ja, ik weet het niet. Nee, ik liever knap en lelijk. Of knap en geen geld. Nee, ik denk dat ik dan voor geld en lelijk kies. Geld is wel handig. Ik heb nu een kleine. Een beetje om iedereen te kunnen onderhouden. Is het wel handig toch als je geld hebt? Schoonheid zit van binnen. Beunhazen. Beunhazen. Dat is echt de allermakkelijkste ooit. Ja, ja. Beunhazen is gewoon een beetje kloten. En bij de anti-bucketlist, ja, of je wordt kaal, of je zit aan de pillen bij 5 uur live, of je wordt vernederd door een SM-meesteres. Oeh, ja, ik zeg dan Jesse Jazz Fuik, maar dat komt alleen omdat ik Jesse Jazz beter ken. Maar jij hebt met Sylvana gewerkt. Ja, dan denk ik toch Jesse Jazz. Oh, maar jij hebt een programma samen met Sylvana gemaakt, Ja, maar dat gemaakt, is gewoon heel vriendschappelijk. Oh. Hoef ik er niet gelijk te willen neuken. Ik hou niet van stoken, maar dit is echt wel een scoopie. Hoi, wij zijn de Gierigasten. Leuk dat je kijkt naar Release Reacties. Ja, wil je dit programma nou nooit meer missen? Abonneer dan even op het kanaal van Radio 538. Lange Baas. Lange Baas. Lange Frans en Baas W. Dan is het goed. Je kent April, die doet wat ze wil. Laat je niet misleiden door de boek en de bril. Ik vind het leuk. Een beetje wat ze vroeger deden. Ik word er oprecht heel blij van. Ja, ik ook. Dit is een beetje wat Lange Frans en Baas B vroeger een beetje maakte. Dat moppie, moppie, moppie. Eigenlijk is dit weer het eerst wat ik van hun hoor sinds dat ik dat heb gezien. Wat was er allemaal gebeurd met pistolen? Een paar jaar geleden las ik echt dingen met pistolen en dacht ik, nou, dat komt nooit meer goed. Ja, wij hebben ook wel eens ruzie, toch? Ja, en jij hebt ook wel eens pistool op mijn hoofd. Ja, daarom. Maar weet je ook, we zitten hier druk. Ja. Er gaat zeker een tijd komen dat wij uit elkaar. Ja. Ik denk over 2 jaar gaat Gierigasten wel stoppen. Of is dat vroeg? Dat roepen we ook al best wel lang. Ja. Juni, kenner van de Uni. Super freak, maar engel tot de eerste communie. Ik, hè? Ja, je hebt me ingehaald. 4,5 jaar. Heb je toch ergens in gewonnen, jongen? Nee, ik krijg heel weinig DM's. Ik krijg wel altijd DM's van mannen. Ja. Ja, ik krijg geen dickpics, maar ik moet zeggen dat ik altijd wel populair ben geweest in de gay community. Tenminste, dat heb ik dan door als ik uitga, dan... Wie gaat ook naar de verkeerde clubs, hè, Niels? Nou ja, je hebt die de Reguliers Dwarsstraat. Nou, dat is een best leuk straatje om uit te gaan. Ook heel veel mooie vrouwen, dus ik kwam er altijd wel. Maar dan merk je wel dat het vaak in je reet wordt geknepen, zeg maar. Oeh, dit is Kenny. Nicki Minaj trolls. Dit is Kenny. Put your mini me's, I'm the one they mocking. Showed you how to get the bag, now you going shopping. When I come out, all the sneak bitches start plotting. I throw them right, keep on throwing that gag, keep on throwing that. Ik hou hiervan. Ik vind het heerlijk. Ja, ik ook. Kijk, wij zijn allebei gewoon zieke kakkenboys. Ik bedoel, we zijn in het gooien opgegroeid. Maar heel eerlijk, dit is gewoon lekker. Ik vind het ook wel gewoon best wel dik dat hij gewoon zijn hele klik gewoon erbij gesnitst. Duurt niet lang meer voor 6ix9ine, denk ik. Ik heb er zelf ook lang over getwijfeld om op mijn voorhoofd een hele dikke lul te tatoeëren, maar het is hem toch niet geworden. Dus ik zou zelf niet zijn uiterlijk aannemen, heel eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel creatief, ik vind het super goede marketing. En er zijn dus kennelijk ook vrouwen die dat sexy vinden. Zullen wij elkaar verraden? Ja. Nou, ik weet zeker dat Niels echt geen seconde is over na te denken. Ik had Niels ook 100% verraden wanneer hij een kind heeft. Zou ik je dat niet meer aandoen? Voor Charlie. Nou, jij hebt geen kind, dus nee, voor mij ja. Ga jij even rappen? I know you don't like me, you wanna fight me. You don't want no problems at your party. Don't invite me. Ja, wij kunnen wel flink ruzie maken, maar dat duurt niet heel lang. Ja, laatst ging het over een draaidag op een zondag. Wat dan voor mij niet uitkwam. Ja, nee, jij... Precies. Ja, jij wilde allemaal leuke dingen doen en toen was ik... Jongen, het kanaal gaat even voor, weet je wel. Nee. En hij zei nee. In mijn hoofd moest het soort van op een dag... Depressief, je hoort het al, het helemaal... Het kwam er dus op neer dat meneer een avond van tevoren even de hele productie om ging gooien. Nou, en dan kan ik dus woest worden. En toen kregen we dus... Gaat hij met zijn kind gooien en shit. ja, het is heel heftig. We zijn niet gaan draaien, want Martijn krijgt altijd zijn zin. Dat is het hele ding. Ik heb wel ruzies gehad met BN'ers, ja. Thomas Cox, die was niet zo fan. Thomas Cox, was jij niet zo fan bij jou? Nee, die wilde me opzoeken. En jij hebt natuurlijk Jan Versteeg. Ja, die schijnt niet zo heel fan van me te zijn. Ik heb eens ruzie gehad met JJ in Bali. Stonden we lijnrecht tegenover elkaar. En langs de snelweg hebben we keren lopen knokken. Maar voor de rest... Best rustig leven. Nooit ruzie. Dinant. Is dit... Is Dinant Woesthoft. Van de programma? Wat? Maar.
Ja, ik weet niet. Gast, zit ik aan een heel ander Dinant? Je zit echt Dinant. Oh. Ja, zeg maar nog steeds echt helemaal niks. Losing faith, no one is where it's gone. Ja, ik vind het lekker. Ja, zo'n lekker on the road nummertje. Kan zo in een reclame van een van de biermerk. How it started off with nothing, just a cradle luck of birth. Cradle? Ja, sorry. Ik heb een beetje Texaanse uitspraak, maar... just a cradle luck of birth. Just a cradle luck of birth, no sir. We zijn begonnen met gasten op Media Entertainment Management. Dat was nog een schoolproject. Zochten we een presentator. Nou, toen kende ik Niels van vroeger en die deed die Kentucky Fried Chicken reclames. Nog steeds heel trots. Waarom moet dit altijd weer vermeld worden? Het hoort bij het verhaal. Nee, dat hoort niet bij het verhaal. Je had ervaring voor de camera. Ik was van Joris en de Draak, van de Efteling. Dat klopt, maar en die kent niemand. En dat was mijn breakthrough en niet de KFC-reclame. En jij bent continu weer de verkeerde dingen aan het doen. Oké, nou, we kennen dus van Joris en de Draak, van de Efteling. Ik ben de heerser van water en vuur. Kunnen we alsjeblieft een fragmentje er heel even in knippen? Dit is te grappig. Majesteit! Geef mij wapens en ik versla de draak. Had ik nu Joris en de Draak deel 3 gedaan, maar... had ik mijn studie waarschijnlijk nog steeds niet afgerond. Nee, ik denk wel dat ik in de media terecht was gekomen. Ik heb dat ook gestudeerd, hij ook. Dus ik denk sowieso dat ik iets was gaan maken. Zeg, misschien dat ook zomaar een evenementenbranche kunnen worden. Het stomste wat wij ooit hebben gedaan. Ja, heb je even... misschien wel een nieuwe seizoen. We zijn nu bezig met Robin Hood, seizoen 2. Ja. Ik denk dat daar wel weer hele domme dingen voorbij gaan komen. Misschien is dit wel ons laatste interview. Ja. Hey. Misschien wel. Daarna zijn gepopt! Busy in Aquasi, geen wedstrijd. Begrijp me dan, je begrijpt me niet. Kijk door mijn ogen dan, ik laat je zien. Het is al lang geen wedstrijd meer. Nee, ik vind het een mooi idee. Alleen ik heb een beetje problemen met de manier waarop Quasi zich profileert in deze hele gevoelige kwestie. Ik vind het goed hoor, wat er gebeurt met die hele movement. Alleen ik vind zijn houding een beetje agressief en dat wekt dan weer agressiviteit bij andere groepen op. Gaat het ten koste van de boodschap, want mensen gaan een soort van verder op. Bepaalde uitspraken die je dan doet, die iets verkeerds met mensen doet, waardoor je juist een averechts effect krijgt. Dus... Maar ik denk dat hij ook wel geschrokken is van van alles wat er daarna op hem afkwam. En het is niet voor niets dat hij nu even zegt van, joh, ik trek me even terug. Is dat geen slimme post om te liken dan? Heb je geen nieuwe format om te hypen dan? Ja, ik heb er eigenlijk wel heel lang over nagedacht. Want ik dacht echt van, ja, maar het is toch super normaal dat ik mijn solidariteit... Of dat ik solidair ben met deze beweging. Ik had mezelf een lul gevonden als ik het niet deed. Maar op een of andere manier vond ik het ook apart dat ik het moest doen. Omdat het voor mij zo normaal is dat we gelijk zijn met elkaar. En dat we dus in 2020 leven en dat we dus dit soort posts moeten doen. Je wordt een beetje onzeker. Eigenlijk. Want er zijn dan ook heel veel reacties geweest, zag ik bij collega's. Die op Instagram actief zijn en die heel veel haat krijgen op dat ze dan te weinig verwijzingen doen naar informatieve websites. En dan beklemt het me en word ik er zo onzeker van moet ik dat dan ook doen? Maar er zijn nog wel een aantal issues in de wereld waar ik me heel erg hard voor wil maken. Je gaat alles zo in perspectief plaatsen en het benauwt je gewoon heel erg. Je wilt wel op een natuurlijke manier doen. Want ik krijg dan ook weer filmpjes binnen en dan zie je in Amerika allemaal van die Instagram models staan. Die dan voor zo'n protest gaan staan en hun haar even goed doen. En dan denk ik, ja, dit is toch ook... Dit is weer het hele andere uiterste. Ja, de gekkies nemen de overhand in één keer. Ja, maar het is ook... Hoe het dan begint is het heel mooi en oprecht. En als je dan dus inderdaad ziet dat dus heel veel mensen zo'n zwart schermpje posten. Of inderdaad wat je zegt, dus allemaal van die influencer chicks dan helemaal mooi. Om eventjes, dan wordt die movement ook in één keer van, oh, dus nu wordt de movement dus gebruikt om inderdaad op die hype mee te liften. Ja. Waar Busy dan ook van wordt beschuldigd. En dat is super jammer, want het is hartstikke belangrijk wat er in Amerika gebeurt. Het is echt verschrikkelijk, maar het hele systeem is fucked, weet je wel. En het is goed dat dit nu gebeurt, want mensen kunnen hier nu niet meer omheen.
Dus hoe je het went of keert, of mensen nou oprecht zijn of niet, het is gewoon goed dat er nu wel verandering aan zit te komen. Black Eyed Peas. Daar heb ik heel lang niks van gehoord. El Alfa, No Mañana. Zo'n beetje een simpele beat, maar ja, het is ik moet zeggen... Zo'n clubhitje. Maar ja, ik wist niet eens dat ze nog muziek maakte, joh. Hey, yo hablo un poquito español. Yo hablo. Yo, ouwe. Kan dit alsjeblieft 3 keer herhaald worden? Hey, yo hablo un poquito español. Hey, yo hablo un poquito español. Hey, yo hablo un poquito español. What the fuck zei jij? Ik zei, ik spreek een heel klein beetje Spaans. Yo hablo. Let's party like no mañana. Como si no hay mañana. We zijn wel een keer op een cruiseschip geweest. Het ding was dat zeg maar 1800 staatsmogolen op die boot waren. Echt complete staatsmogolen. En ja, daar liep je dan tussen met een soort van groepje van 50 man die allemaal een beetje kenden. Nou, dat ging echt helemaal mis. Ik heb bijna iemand overboord gegooid in mijn dronken buik. Dat is geen grap. Ja, we zaten ook echt ergens bijna op de hoogste verdieping. Dus als je dan valt, dan ben je gewoon dood. Ik heb dus filmpjes zitten terugkijken dat we dus iemand aan Jonassen zijn. Lalala, dat hij echt gewoon elke keer gewoon over de reling heen was. Ja. En dan, ah, geintje, oh nee, toch niet. Je dat terug zit te kijken en je echt denkt, wat zou ik doen als er geen morgen zou zijn? Ik zei altijd van, neem ik een spuit heroïne. Maar daar ben ik toch op teruggekomen. Nee. Ja, maar je had het geprobeerd, het was toch niet jouw ding. Nee, het is totaal niet chill. Ja, een paar keer. Nog steeds af en toe. Nee, nooit geprobeerd. Ken je ook die nieuwe zombie drugs, Martijn? Ik deed de zombie drug. Vlakka. Ja, er was dus iemand aangehouden. Die had dus een zwerver opgegeten of zo. Ja. Is er dus een drugs. En dan hoor je van iedereen dat je een zombie van wordt. Dat de zwervers worden opgegeten aan die shit. Als je er filmpjes van kijkt, dan is er toch niemand met een gezond verstand die denkt van, oh, nou, laat ik dat eens proberen. Dat ziet er leuk uit, joh.